nummer 10 van Luchtdunum, Adam Matief. Adam, ik moet zeggen, ik heb van je genoten. Maar dan heb ik het over de eerste helft. Over de eerste helft, inderdaad. Ja, de eerste helft ging echt lekker. Niet alleen ik, hoor. We stonden gewoon als team echt heel goed. En er werd bij Vlagen echt heel goed gevoetbald. We stonden er echt heel kort op. Ja, de eerste helft was wat anders dan de tweede. De tweede helft lieten wij ze komen. En... Maar wat gaat er dan even goed, hè? Want in de eerste helft, als ik jou zie spelen... Ja. Dan ben ik heel eerlijk en dan denk ik, wat doet zo'n jongen in de tweede klasse? Overigens nog een aantal jongens hoor, maar een geweldige eerste helft. En dan zou je misschien verder moeten uitlopen dan 2-0. Het is, ja, op een gegeven moment speel je zo goed en gaat alles zo makkelijk. Dan wordt het ook een beetje, worden we een beetje nonchalant ook. En gaan we niet zuinig met die kansen om. En wij moeten dan gewoon 3-4-0 maken. En dan is het al gelijk in de eerste helft over. Maar dat is niet wat wij hebben gedaan. We gingen een beetje nonchalant voetballen. En dan zie je dat je tegen een ploeg als Tokos nog heel moeilijk kan krijgen. En wordt het 2-1. Dat is gewoon heel moeilijk. Maar dat is al niet te min. Ja, dit is denk ik wel een van onze beste eerste helften van de afgelopen jaren, denk ik. Het ging echt heel lekker, ja, zeker. Dan ga je rustig, denk ik, iedereen heel tevreden en terecht. Ja. Een totaal ander Luchtdunum in de tweede helft. Wat gebeurt er dan in de ploeg? Ja, liepen jullie nou achteruit of was Dokkels nou zo sterk? We liepen achteruit, we speelden geen voetbal, we gingen de lange bal hanteren. Terwijl wij hebben voetballers en dan moet je gewoon... Zoals je kon zien, als wij de bal aan onze voet hebben, dan kunnen wij zoveel gevaar stichten. Maar het werd allemaal rumoerig. We gingen terug naar achter en we lieten ze komen. Ja, Dokus heeft ook gewoon een goed team. En als jij Dokus laat voetballen, wij als team, dan wordt het ook gewoon heel moeilijk voor ons. Dat hebben we tweede helft kunnen zien. Maar toch denk ik dat we ons heel goed staande hebben gehouden. Maar het is gewoon een les dat wij, als wij een 2-0 voorsprong houden, dan moeten we gewoon blijven voetballen. Altijd, ten alle tijden moeten we blijven voetballen. En dan maak je 3-4-0. We hebben zoveel kwaliteit in ons team. En het staat verdedigend ook zo erg goed. Dus als wij gewoon aan ons spelletje houden, dan kunnen wij echt hoog oog gooien in deze tweede klasse. En daar ben ik echt van heilig van overtuigd. Zeker. Dokkels komt nog op 2-1. Goebel vertelt eigenlijk net dat het een onterechte penalty was. De grensrechter zag dus uiteindelijk toch goed. Maar dan is het nog waken voor die dode spelmomenten. De corners, de vrije trappen. Want dan kan het nog zomaar 2-2 worden. Ja, wij, van tevoren zei de trainer al dat wij geen standaard situaties moesten weggeven. Omdat zij hebben gewoon hele goede koppers. En als jij 2-1 achter staat en zij gaan 1-1 spelen. En ze hanteren de lange bal. Dan kan die net goed vallen. En dan heb je hem... om je oren, maar zoals je al zei, die penalty sloeg echt werkelijk waar nergens op. Het is gewoon een meter van het strafschopgebied. Maar ja, scheids kan ook fouten maken daarvan. Maar uiteindelijk hebben we het echt aan onszelf te danken dat we het zo moeilijk voor onszelf hebben gemaakt. En dat was absoluut niet nodig. Maar toch ben ik echt blij dat we 2-1 over het streep hebben getrokken en toch weer 3 puntjes hebben kunnen pakken. Al met al een verdiende overwinning hier in de Kikkerpolder. Volgende week uit naar Nieuwkoop, verliezen met 5-0 vandaag bij RCL. Dus ja, ik zou zeggen 12 uit 4, hè? 12 uit 4, ja zeker. Dat is wel de bedoeling. Wij hebben de kwaliteiten daarvoor en wij zullen elke wedstrijd onze best doen om die 3 puntjes te pakken. Misschien zie je ons volgend jaar gewoon in de eerste klasse weer, hè? We gaan het zien. Dankjewel voor je tijd. Oké. Dankjewel, hè.